in de finale verloor jij van deze dame. Ja. We hebben een prachtige foto hier van haar. Wie is het? Clarissa Shields. Die is inmiddels 21, maar ze was 17 toen ze dus in Londen Olympisch kampioen werd. En ja, ze is pas één keer verslagen in haar hele carrière. En ja, ik hoopte de tweede te zijn. En dat hoop ik nu nog steeds, maar in een ander gevecht. Waar is ze goed in? Wat is haar sterke kant? Ja, ze heeft snelle handen. En ja, ook wel snelle reactie. Dus als je haar probeert te raken, dan is het veel ontwijken. En ja, maar ze heeft ook power. Dus als ze eenmaal dichtbij is, dan ben je eigenlijk in de problemen. Dus niet van te winnen? Jawel, zeker wel. Ja? Ja. Ja, want in Rio, ja, daar kom je haar natuurlijk weer tegen. Ja, ja, gelukkig wel in de finale pas, want we worden uit elkaar gezet. Omdat zij nummer 1 is en ik nummer 2. Ja. Dus dan, maar hoe ga je dat dan aanpakken? Nou, we hebben het nu natuurlijk ook een plan gehad. Van, ik moet natuurlijk op afstand blijven. Ja. Ik moet, maar dat werkte niet. Nou, ik heb een aantal foutjes gemaakt. Want zij is dus iemand die zich bijvoorbeeld expres in de hoek laat zetten. Terwijl normaal, als jij iemand in de hoek hebt, dan ga je erop en dan gaat het goed. Maar zij laat zich in de hoek zetten, omdat ze weet dat ze goed kan ontwijken. En dan knalt ze er overheen. En we hadden dus afgesproken dat ik er dan niet in zou gaan. En uit automatisme, en je wil zo graag, en dan sta ik daar. En ik was eigenlijk al bezig, en ik had al door van, dit was eigenlijk wat we hadden afgesproken, wat ik niet zou doen. Dus als je op de Olympische Spelen wel je afspraken nakomt, dan haal je gewoon een Olympische medaille.